Hi, dit is Stiekva van Gezin op Reis en we zijn vandaag in Den Haag. Nou is Den Haag met kinderen altijd een goed idee, maar tijdens feest en zee is er nog veel meer te zien. En wat vind je hier zo mooi aan? Dat hij boomstammen heeft. En omdat er wat mensen staan. En omdat WK zandsculpturen plaats. Dus het is heel bijzonder dat deze sculpturen nu in Nederland zijn. En ze staan op de Lange Voorhout en ze zijn gratis te bezichtigen. We hebben net bij de vierde wandeling Liefdeskuren opgehaald. Het audioverhaal dat je door Scheveningen meeneemt. Met een apart verhaal voor volwassenen en eentje voor kinderen. Op deze relaxte schommelbank kunnen we naar een deel van het verhaal luisteren. Weet je welke ik heb? Ik heb er één over de zee. En wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Nou, dit is een deel van een groot project. Het hele project is zeg maar een street art stijl panorama mesdag. We gaan naar de zee! Rondje in het reuzenrad, dat is toch wel een echte Scheveningse ervaring. Dit is de koningin. Niet alleen de sprookjesbeelden die gratis toegankelijk zijn en buiten het museum staan, maar ook het museum zelf is best wel interessant om met kinderen te bekijken.